Raiden's armies are coming. They will fight us, and they will lose. We're in the shit now. Het is weer tijd voor een nieuwe Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 brengt natuurlijk fatalities, heel veel vechters en jawel, een hele goede singleplayer. Maar Amador, er is een uniek moment in de geschiedenis van Gamersnet. Want toen jij de review schreef, was het een andere game die uiteindelijk is verschenen. En je gaat je cijfer rectificeren. Deze video review is dus de rectificatievideo. Eigenlijk wel een beetje. Leg even uit wat er gebeurd is. Nou, laten we eerst positief beginnen. Laat het positief beginnen. Mortal Kombat 11 is het vervolg Mortal Kombat X van 4 jaar geleden volgens mij alweer. En het is fantastisch. Het spel zelf. Het is één woord gewoon echt goed. De story, ze hadden zichzelf een beetje in een hoekje geluld van D&D is allemaal slecht geworden. Hoe de fuck gaan ze dat doen? Time traveling. Ja, maar dan zeggen tijdreizen. Lifehack. Dat kan wel. Gelukkig heeft NetherRealm zelf ook al door hoe belachelijk de game. Heel vaak is de franchise ook al die fatalities en zo. En het werkt en het is leuk uitgewerkt. De nieuwe characters die ze erin hebben gestopt om het verhaal mogelijk te maken zijn ook heel tof. Het spel werkt ook veel lekker. Ze hebben een paar aanpassingen gedaan. Wacht even, één ding. We praten gewoon over de single player van een fighter. Dat is vaak niet bijzonder. Nee. Ik hoor veel verhalen van mensen die het echt fantastisch vinden. Ja, de single player, het verhaal is echt heel tof. En Mortal Kombat is een van de weinigen, samen met Injustice. Maar Injustice is ook van dezelfde maker. Die gewoon een hele toffe single player verhaal proberen neer te zetten bij een fighter. En dat gebeurt bijna niet meer op Dragon Ball Fighters misschien na. Voor de rest is het allemaal. Ja, met een beetje losse gevechten, maar nooit een goed uitgewerkt verhaal. Nou, dat heeft Mortal Kombat 11 dus wel. Ja, en daar heb ik me ook echt heel goed mee vermaakt. Er zijn ook heel veel opties, hè. Je hebt heel veel verschillende soorten. Je hebt de story, je hebt de tower. Ja, de towers. Je hebt de Towers of Time, waar je dan verschillende opdrachten kan doen. Een beetje met modifiers gevechten kan doen. Je hebt 24 characters. Die zijn allemaal ook aan te passen door verschillende armor sets die ze hebben. Ze hebben 3 verschillende pieces, die kan je dan aanpassen en dan kan je daar modifiers in doen, zodat je bijvoorbeeld snellere combo's kan maken of bepaalde aanval beter kan doen die sterker is. Het is echt heel erg uitgebreid en dat maakt deze game heel erg tof om te spelen. Mitch. Ja, en overigens, ik wil nog één ding zeggen voordat we hierover beginnen. Voordat ik losga, ja. Er zijn dus heel veel modifiers, je kunt dus dingen vrijspelen in het spel die jouw karakter sterker maken, maar die gelden alleen voor de singleplayer. De multiplayer wordt anders. Online. Dat is belangrijk, ja. Want de mensen dat denken van, oh god, in de multiplayer wordt dat dus allemaal. Dat is allemaal gelijk, dat is gewoon online je kont laten schoppen door veel betere mensen dan jezelf bent. Want op een of andere manier, goed. Oké, okay. Tot hier, Mortal Kombat 11, fantastische game, 9! Ja. Nou ja, dat was totdat de game lanceerde. Je hebt een pre-release game gespeeld en op de dag van de release kwam er een patch en toen kwam er iets bij. Ja. Microtransacties. En ik rook het al een beetje. Ja. Ja, je hebt het in je eerste review al een beetje gezegd. Ja, ik rook het al een beetje. Er waren al een paar tekenen die het aangaf. Je krijgt bijvoorbeeld coins door de singleplayer dingen te spelen. En met die coins kan je naar de crypt. En de crypt is eigenlijk de schatkamer van Mortal Kombat. Nou, de schatkamer van Warner Brothers. Ja, nu ondertussen wel. Ja. De schatkamer en daar vind je dan eigenlijk alle skins, alle cosmetische dingen, ook al die armor pieces. Dat vind je allemaal daar. En in Mortal Kombat X kreeg je natuurlijk de coördinaten en elk kistje was die armor van Scorpion die je heel graag wilde hebben. En bij Mortal Kombat 11 is het allemaal random. En je krijgt natuurlijk veel te weinig muntjes om alles open te maken. Dus gaan we. Fatalities, brutalities, gear pieces, heel veel dingen. Ja, maar jij voelde je echt genaaid. Ik voel me oprecht ook echt jij genaaid. Bent echt ik ben echt boos, want juist ook omdat het zo'n vet spel is. Ja, ik geniet echt van die game. Ik ben ook helemaal niet zo'n fighter-speler over het algemeen. Maar ik heb echt genoten van de game, van de story, van de towers ook. Weet je, proberen beter te worden. De nieuwe characters zijn tof. De nieuwe fatalities zijn tof. Het is gewoon echt heel erg vet. En als je dan het dan zo weet te verneuken, daar word ik zo pissig van. Ja, want in principe hebben we het hier over lootboxes. Alleen, het zijn technisch geen lootboxes. Alleen, je loot die je pakt in de game is randomized. Ja. En om die dingen te unlocken verdien je veel te weinig coins, dus je wordt heel erg gedwongen om bij te kopen. En als je nou zeg maar bijvoorbeeld, als je het van tevoren had geweten wat erin zat, dan kon je bijvoorbeeld zeggen, ik wil helemaal niet alle characters en alle skins, niemand wil dat. Maar ik ben bijvoorbeeld zoals jij gek van Scorpion, en ik ben gek van Johnny Cage, want die is gebaseerd op mijn leven. Ja, dat is knap ook. Lichaam. Ja. En dan kun je in ieder geval daarop gaan focussen, maar dat kan hier niet eens. Nee. Waarschijnlijk 90% van de tijd fucking crap van characters die jou geen fuck interesseren. Inderdaad, ja. Bij Mortal Kombat 10 had je coördinaten. En coördinaten, dat had je dan bijvoorbeeld kist op 200, 250. Dat was een armor piece van Scorpion. Dat was iets wat je wilde hebben. En dat ging je dan online op Reddit of zo. Kon je dat lekker met elkaar uitwisselen. En zo
ging je die weinige munten gewoon gericht uitgeven. Want je krijgt nooit genoeg, dat kan ook bijna niet. Nee. Er is ook zoveel vrij te spelen. Maar die mogelijkheid is er niet meer. Je hebt gewoon geen grinddoel of zo. Nee. Er is geen progressie. Jij zegt ook, het enige leuke aan grind is als je weet dat je aan het einde zoiets tofs hebt voor mijn favoriete kerk. Exact, dat heb ik bijvoorbeeld bij een Destiny heb je dat bijvoorbeeld. Heb ik dat bijvoorbeeld, er is een wapen en aan het einde van deze reeks missies krijg ik het wapen wat ik heel graag wil hebben. That's it. En nu, die mogelijkheid is er niet. En dat maar haalt alle lol ervan af. Ja. Goed. GameZ gaat zijn eerste rectificatie doorvoeren. Inmiddels heeft de game een 8. Ja, het wordt een 8. Ja, net. Een 8. We gaan zien hoe NetherRealm Studios en Warner Brothers hierop reageren. Want het internet roert zich. Ik ben niet de enige. Nee, je bent niet de enige. Luister ook de GameZ podcast. Link in de beschrijving. Je bent ook uitgebreid erover. En er komt ook een stelling van de week over. Want het is best wel een bijzonder momentje. De eerste rectificatie hier op GameZ.nl. Mortal Kombat 11. De basis is een fucking goed spel. Was het dat maar gebleven. Ja, helaas.